Hallo iedereen, hier Gids53 weer. Vandaag de derde aflevering in de Stratensaga. En we gaan het hebben over water, zand en een aantal lugubere dingen. Ik sta hier nu in een uithoek van Stabroek, wat vroeger een veld was. Waar tot aan de Franse revolutie de galg stond. Hier werden destijds de ter dood veroordeelden opgehangen. En bleven ze ook hangen. Nu, de grote weg liep daar vlak langs, dus dat moet hier een enorm luguber zicht geweest zijn. En vergeet niet, aan de overkant van de weg Capelle-Putte ligt de oude Galgenstraat, die dan weer verwijst naar het Galgenveld van Capelle. Het was hier destijds dan ook een iets minder toffe buurt dan vandaag, denk ik. Hier woonde dan ook bijna niemand. Het veld, eigendom van de gemeente Stabroek, moet behoorlijk groot zijn geweest, want er zijn 4 straten naar vernoemd. Het Galgenveld, de Galgenhoek, het Klein Galgenveld en tot 1946 de Galgenstraat. Erdbrand is de oude naam van Putten en betekent zoveel als verbrande aarde. Wat dan weer verwijst naar de turfwinning die destijds werd gebruikt als brandstof in de vele huizen en hoeven hier in de buurt. Frans Hotag was een putswielerkampioen en verzetsman tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij overleed in februari 1945, amper 25 jaar oud, in het concentratiekamp van Elrich. Een dodelijke cementfabriek en een voorkamp van Dora Mittelbau, waar de nazi's de V1's en de V2's bouwden. Ik sta hier aan de Waterstraat. De grens met Capelle is hier de Beek. Deze straat ligt in het verlengde van Sertogendijk, die destijds liep tot aan de lage heuvels. En dat woord heuvels zegt het zelf, het gebied dat niet steeds onder water liep. Deze naam is een toponiem dat verwijst naar de zandophopingen hier achtergelaten door de Schelde. De grond is arm, maar bosrijk. Hier kwamen de mensen wonen die geen geld hadden om de dure poldergronden te kunnen betalen. Ze waren veeleer dagloners en landarbeiders die elke dag in de polder gingen werken. Maar ze zaten hoog en droog en het bos verschafte hen brandhout en voedsel. De heuvels sluiten dan weer aan op de grote weg Putten-Capelle, die een pak hoger ligt dan omliggende velden en dus ook als een dijk fungeerde. De Waterstraat is dus de straat waar er water stond. Vanuit Capelle overstroomde dit gebied regelmatig. En dat dit vandaag ook nog altijd vochtige grond is, bewijzen de knotwilligen die hier aan de kant van de beek staan. En hier zie je heel goed het hoogteverschil. Dit aflopende gedeelte werd in de volksmond de Rolaf genoemd. En die rol je inderdaad naar beneden. Hier vlakbij stond een hoeve, de Rolafhoeve, naar de welke vandaag nog altijd een straat is vernoemd in Stabroek. Ziezo, dit was de derde aflevering in de Stratensaga. Nog eentje te gaan, dus blijf zeker kijken. Wil je meer info? Kijk even op mijn blog. En voor de rest, tot in een volgende aflevering van Discover Stabroek at Home.